Hey guys, welkom weer bij een nieuwe video. En dit wordt weer een leuke weekvlog. Wat was leuk? Ik weet niet of het leuk wordt, maar ik weet dat jullie echt enorm veel vlogs vragen. Dus ik heb voor jullie weer een weekvlog in de planning. Het is vandaag zaterdag. Ik heb net de tuin gedaan. Want het is lekker weer buiten. Althans, ja, het wisselt een beetje, maar het was net gewoon lekker weer. Dus ik heb lekker alles vast kort gesnoeid. Zodat ja, het lekker kan gaan groeien in de lente zo. Het is echt wel heerlijk weer. En alles begint alweer te groeien, merk ik. Dus dat is vast gebeurd. En wat ik nu ga doen is, ik heb iets mega tofs gezien. Ik ben echt dol namelijk op edelstenen. En wat ik tegenkwam was zo'n soort edelstenenwerk. Edelstenenwerk, een schilderij met edelstenen. Ik zal het jullie even laten zien. Zie dat dit? Ja, kijk, zoiets. Dan moet ik even kijken of ik de goede kant op kan scrollen. Ja. Zoiets wil ik dus gaan maken. En deze ga ik namaken. Daarvoor heb ik al een canvas schilderij gekocht. En wat edelstenen in een winkel. En dan moet ik dus het patroon ga ik natekenen. Daarvoor heb ik een passer gekocht. Net nog bij de Action. En ik ben benieuwd wat eruit gaat komen en of het gaat lukken. Ze hebben het hier, hebben ze de edelstenen vastgemaakt met draad. Maar ik ben bang dat het dan niet blijft zitten. Dus ik heb ook nog lijm gekocht in een hobbywinkel. Oh, hij is dan niet meer scherp, maar dit is gewoon lijm zonder ja, toegevoegde dingen, om het zo maar te zeggen, op waterbasis. Dus ik hoop dat het er leuk uit komt te zien. Ja, let's go! Zo, hij is af. Ik laat hem even goed drogen. Maar ik vind hem zelf echt super gaaf geworden. Hij lijkt echt heel erg op de foto. Ik heb wel andere stenen gebruikt. Maar ik vind deze echt mega tof geworden. En dan kan ik hem mooi ergens ophangen of neerzetten. Maar net, ja, wat ik wil. Nu ga ik even lekker mijn kopje thee opdrinken. En daarna ga ik door naar de volgende activiteit. Het is vandaag echt activiteitendag. Ik kan bijna een activiteitscentrum beginnen. Lol. En dat wordt kersen maken, want ik heb een pakketje bij Soap Queen besteld met sojawax. En daar ga ik dus kaarsen van maken. Want wij kopen echt iedere keer super veel kaarsen bij de TK Maxx. En die zijn niet, dat zijn niet de allergoedkoopste kaarsen. Ze zien er wel super mooi uit. Maar nu heb ik dus alle glaasjes bewaard. En ga ik gewoon nieuwe kaarsjes inmaken. En om dat zelf te maken is uiteindelijk veel goedkoper dan dat ik iedere keer nieuwe kaarsen koop. En ik vind het ook gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus nu kan ik zelf de geuren bepalen. En ja, kan ik gewoon... Zelf heb ik ook weer iets te doen, vind ik leuk. Hoppa! Nog meer! Nog meer! Meer, meer, meer! Dit is dus de sojawas die ik heb besteld. En het grappige is... Blijkbaar, dat wist ik ook niet, heb je nooit 100% sojawas. Er zit altijd iets anders doorheen, omdat het anders niet goed hecht aan elkaar. Dus dit, maar goed, verder is het allemaal eco en 100% natuurlijk en dat vind ik altijd wel belangrijk. Dus de sojawas. En even kijken wat hier nog in zit. Ik had nog wat geurtjes besteld, speciaal voor kaarsen, want... Want je kunt voor kaarsen ook wel aroma geuren gebruiken, dus etherische oliën zeg maar. Maar die zijn lang niet zo sterk of geconcentreerd. Dit zijn echt geuroliën speciaal voor zeep of melt zeg maar. Die zijn nog geconcentreerder qua geur. Dus denk ik, het is meer, volgens mij meer parfum dan dat het echt etherische olie is. Ik heb de geur sandelhout. Oeh, lekker. Zo'n houtgeurtje inderdaad.
Daar hou ik altijd wel van. Ik heb de geur bosbessen. Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Oeh, ook lekker. Oh, die is denk ik echt lekker, ja. Verder heb ik nog de geur wierook. Benieuwd naar. Ja, ja. Een beetje muf, maar ook wel weer lekker of zo. Ik weet niet precies. En wat heb ik nog meer? Dit is de geurolie patchouli. Dit is niet echt mijn ding. Heel apart. Nee, dit is niet echt... En natuurlijk lontjes heb ik besteld, want dat is ook wel heel erg handig. Ik ga kijken, ik ga op zoek naar lekkere geurcombinaties op internet. Het is wel zo dat als je kaarsen gaat maken, dat er gewoon meer geurolie of etherische olie in gaat. Omdat de geur heel snel vervliegt. Dus er gaat best wel wat in. Daarom heb ik ook gekozen juist voor geurolieën. Omdat daar dus, ik geloof, maximaal 3% van ingaat. Dus dat is in verhouding minder dan dat je etherische olie eraan toevoegt. Ik ga het gewoon uitproberen. We zien het wel. Alle potjes zijn mooi schoon. En nu ga ik de londen bevestigen. En daarvoor gebruik ik gewoon een beetje E6000. En dan blijven ze goed plakken. Ondanks dat straks de was er overheen komt. Oh, ik vind het zo lekker om gewoon crea bea bezig te zijn. Heerlijk. David gaat lekker hardlopen zo. We gewoon allebei lekker een middagje voor onszelf. Ja, waarom ook niet? Vind ik gewoon echt mega belangrijk dat je ook gewoon in een relatie dingen naast elkaar kunt blijven doen. Dus als ik gewoon mijn eigen ding wil doen, dat het gewoon kan. En dat als hij zijn eigen dingen wil doen, dat het ook gewoon kan. En ja, daarnaast hebben we ook gewoon dagen dat we samen iets doen. We zijn vanmorgen samen de stad in geweest, hebben we samen ontbeten. Ja, dat vind ik gewoon heerlijk. Als het gewoon lekker in balans is. Tijd voor mezelf en tijd samen. Als je alleen maar tijd samen doorbrengt, dan kom je gewoon niet toe aan je eigen behoeftes. Dus daarom is het ook echt super belangrijk om tijd alleen door te, of te spenderen. Ik ga het anders aanpakken. Ik ga gewoon, ik doe maar wat, een x-aantal gram sojawas erin. En dan giet ik het in de potjes. En dan giet ik daarna wel de geuren erbij. Dat lijkt me handiger. De was moet toch sowieso afkoelen. Voordat de geur erbij kan. Dus lijkt me handiger om dan eerst alles gewoon in de potjes te gieten. De was. En daarna de geuren erbij en er doorheen te roeren. Dan ja, hoef ik hem ook niet steeds schoon te maken. En dat werkt gewoon veel handiger. Ik heb al wel wat geurcombinaties. Ik heb dit boek. Over chakras. En hier staan allerlei geurcombinaties in. Deze heb ik al een keer gebruikt om massageolies te maken. Olieën. En hier kan ik dus wel wat mee. Verder heb ik hier nog een combinatie met bergamot, lavendel en wierook. Die kwam ik op internet tegen. En sandelhout, sinaasappel en gember. En dan had ik er nog een met sinaasappel, jasmijn en sandelhout ook. Dus die kan ik ook nog gaan doen. Nou, keuze genoeg. Komt helemaal goed. Oké, inmiddels zijn we dik 2 uur verder. Ik denk zelfs 2,5 uur verder. Geen idee hoe lang ik ermee bezig ben geweest. Maakt ook niet uit. Maar het is klaar. Yes. 10 kaarsen gevuld en ja, uit ongeveer 100 gram soja was haal je 100 milliliter soja. Dus het is ongeveer gelijk, zeg maar, aan elkaar. En ja, sowieso mocht je er nog vragen over hebben, laat even weten in de reacties. Ik heb niet alles gefilmd. Het lijkt mij op zich wel voor zich spreken hoe je het doet. Maar ja, mocht je toch nog vragen hebben, let me know. Dit zijn ze. Ze staan hier nou allemaal even te stollen. Deze heb ik als laatste gedaan. Dat zie je nog, want die is nog meest vloeibaar. En deze ook. En de rest is eigenlijk al ja, redelijk hard.
Dus ik ben ook mega benieuwd of ik genoeg geurolie erin heb gedaan. Want ik kom er uiteindelijk achter dat met name voor zo'n grote pot waar 220 milliliter sojawas in gaat, dat daar dus ook echt letterlijk 1/3 van het potje etherische olie in gaat. Dus dat is best veel. En dan niet van eentje, maar van 3. Want ik heb geurcombinaties gemaakt, zoals ik al liet weten. Dus ja, dat gaat echt hard dan. Maar ik heb echt nog zat geurolie sowieso. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. En ik laat jullie sowieso nog weten of het een beetje gelukt is. Of ze lekker ruiken, of je er iets van merkt of helemaal niet. Of ja, maar goed, dit is de eerste keer. Dus ik ga het zien. En nu gaan we eten trouwens, want ik heb mega honger. Dus we gaan naar de supermarkt, toch? Als er nog wat te eten is in de supermarkt. Maar we hoeven geen toiletpapier op te eten, gelukkig. Dus dat scheelt. What are you doing? Dat zie je niet vanaf hier. Daar heeft ons rare bek aan trekken. Ja. Oké, okay, let's go naar de supermarkt. Wat stom. Ja, dat is niet slim, nee. David had het over dat er buiten iemand staat om de bestellingen op te nemen of zo, denk ik. Of wat? Wat is die aan het doen dan? Ik kan het niet zien. Maar de supermarkt. Ja, we hebben een nieuwe naam gekregen. Nee, we hadden geen zin om naar de supermarkt te gaan, dus het is McDonald's geworden. Dus even lekker door de McDrive, want we mochten niet meer naar binnen. Omdat het binnen vol zat, of althans. Volgens mij is dat in heel Nederland. Ik weet niet of dat trouwens overal is. Ik hou me helemaal niet zo bezig met het corona gebeuren. Maar hier mogen er in ieder geval niet meer dan 100 mensen naar binnen. En ik denk dat er 100 binnen zitten, dus nou moesten we door de McDrive. Dus dat gaan we nou doen. En weet jij wat je wil? Hm? Weet jij wat je wil? Nee. Ik ga denk ik voor die kip, die vegetarische kip. Ja, daar heb ik zin in. Oh jongens, ik heb pijn. Dan word ik vervelend. Het is mijn eerste dag van mijn menstruatie. En die is altijd kloten. Al moet ik zeggen, heb jij ook altijd mega erg last van menstruatiepijn? Wat ik tegenwoordig doe en waardoor ik niet zo'n pijn meer heb. Want ik had dus echt eerst, ik denk dat jullie dat wel weten. Ik had echt gigantische pijn. In die zin dat ik gewoon echt ging overgeven van de pijn. En bijna oud ging van de pijn. Zoveel pijn had ik. En nu niet meer gelukkig. Waar het door zou kunnen komen is dat ik heel veel yoga doe. En er zat bij mij heel veel stress in mijn bekken. Dus het zat daar heel erg vast. En wanneer ik dan ongesteld moest worden... Ja, dan merkte ik dat gewoon heel erg, dat het heel vast zat en eigenlijk dat het niet gewoon los kon komen, zeg maar, die menstruatie. En nu dat het daar in mijn bekken gewoon los zit, dat er gewoon lucht stroomt, zeg maar, of wat als lucht stroomt, ja, dit klinkt heel raar. Ik heb het idee dat de bloedstroming daar beter is geworden doordat ik yoga doe. En dat zorgt er dus gewoon echt voor dat ik veel minder pijn heb. En daar ben ik echt mega blij van, Maar ja, ik heb nog steeds wel pijn. Dus eten en daarna weer paracetamol. Maar ik hoef in ieder geval niet meer te kotsen. Daar ben ik al lang blij mee. Volgens mij mogen wij nou bestellen of zo bij deze mevrouw. Denk ik. Oh, ik heb nog geen idee wat ik wil. Godverdomme. Ja. Ik heb deze. Ik vind die zo lekker. Nou weet ik nog steeds niet welke het is. Volgens mij de homestyle. Of zo. Ja, wij hadden precies pech. Inderdaad. Oh, wat knip ben ik. Word je verlegen? Oh jongens, ik voel me beroerd. Niet normaal. Het is vandaag zondag. En we hebben gisteren, zoals je al zag, Mac op. En dat is echt, ik weet niet, er is echt iets fout gevallen. Of er zat iets in wat niet goed was. Want ik heb buikpijn, niet normaal. Ik moest vanochtend, of vannacht moest ik al overgeven. Maar het kwam er niet echt lekker uit. En
het zit gewoon nog steeds in mijn buik, voel ik gewoon. En het, of in mijn maag. En het wil er gewoon maar niet uit. Oh, ik vind het zo vreselijk. Ik heb altijd liever dat ik moet overgeven of aan de diarree ben, dat het er gewoon uit is, dan dat het in mijn systeem blijft zitten en blijft irriteren, zeg maar. Daar heb ik echt, daar kan ik helemaal niks mee. Maar goed, ja, het advies is eigenlijk voor dit weekend om, of ja, niet eens voor dit weekend, gewoon het advies voor vanaf nu is om binnen te blijven. Sowieso eigenlijk, of je ziek bent of niet, het advies is eigenlijk voor iedereen om binnen te blijven. Dus je weet niet of je ziek bent. Maar goed, er moeten boodschappen gedaan worden, want we hebben echt helemaal niets meer. En wij doen altijd op zondag weekboodschappen. Dus ik heb David erop uitgestuurd met een lijstje. Hopende dat hij ja, de boodschappen kan vinden. Dat er nog genoeg is. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe het nou zich verder gaat ontwikkelen allemaal. Ik hoop gewoon oprecht dat het heel snel voorbij is allemaal. Want ja, ik weet niet. Ik hoop gewoon niet dat er meer mensen ziek worden. En ik heb bijvoorbeeld een vader die echt, ja, super gevoelig is. In die zin, bij ons in de familie zit heel erg astma. Ik heb zelf ook longklachten. Of als longklachten. Ik ben heel snel gevoelig voor longdingen. Luchtwegdingen. Maar mijn vader heeft dat nog 10 keer erger. Die zit dagelijks aan. Ik weet allemaal niet hoeveel puffers en medicatie dat hij slikt. Die heeft ook standaard altijd gewoon luchtweginfecties jaarlijks. En die staat dan ook echt goed ziek van. Dus ik hoop oprecht echt niet dat hij het krijgt. Waar hij woont is het ook al wel geconstateerd. Dus ik hoop echt voor hem dat hij het niet krijgt. Net als ja, de moeder van David. Die is ook gewoon niet fit. Ja, dat zijn gewoon echt mensen die, die wanneer ze het krijgen, die, ja, het zou niet best zijn, zeg maar. Dus ik, ja, mijn gedachte gaat een beetje naar die mensen uit. En ook nee, überhaupt naar alle mensen die het hebben en dat soort dingen. Maar goed, ik wil er ook niet te veel mee bezig zijn, want ja, waar je op focust, dat groeit. Dat geef ik altijd iedereen mee en dat is ook gewoon echt zo. Als jij je focust op angst, als jij continu alleen maar bezig bent met angsten en angstig zijn en boos zijn, verdriet, dat zijn allemaal negatieve lage frequentie. Hoe zeg je dat? Lage frequentie, trillingen en gevoelens en emoties. En vanuit daar ben je gewoon heel erg beïnvloedbaar. En niet zozeer, niet alleen beïnvloedbaar. Het is ook gewoon dat vanuit daar kun je gewoon heel weinig. Dus je blijft heel snel, je bent heel snel geneigd om in dat patroon te blijven hangen. Met angsten, met verdriet, met boosheid. En juist door daaruit te stappen in stapjes zul je merken dat je gewoon veel meer gaat leven vanuit vertrouwen. Vanuit liefde, vanuit ja, het veilige gevoel in je van oké, ik ben veilig en ik zorg er ook zelf voor dat ik veilig ben. Ik ben verantwoordelijk voor mijn leven en niemand anders is dat. Ik ben verantwoordelijk voor hoe ik mij voel, niemand anders is dat. Ik ben verantwoordelijk voor de mindset die ik heb, niemand anders is dat. Jouw leven is jouw regie, jouw verantwoordelijkheid. Lekker Netflixen. Hoe heet deze serie? Dit gaat over interieurdesigners, geloof ik. Die ik net nu heb aangezet. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat is. Ik ben er altijd wel gek op interieurdesign. Zo leuk met al die plantjes zo. Lachen. Ja. Ons design. En binnenkort wil ik dus de keuken gaan aanpakken. En dat ga ik ook vloggen, want ik had gevraagd of jullie dat graag wilden op Instagram. En daar kreeg ik volmondig ja. Dus dat ga ik natuurlijk weer filmen. Maar eerst ga ik lekker dit kijken. Dit gebeurt zo vaak als ik op mijn telefoon kijk. Dubbele getallen. Insane. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag en ja, een nieuwe week. Wel een rare week. Maar dit soort aankomende weken worden gewoon rare weken, denk ik, voor iedereen. Voor mij denk ik nog het minst raar. Want ik werk altijd thuis. Ik ben heel introvert, zoals jullie wellicht weten. Ik, ja, mij zie je ook meer binnen dan buiten. Dus als ik buiten kom, dan kom ik alleen buiten om te wandelen. Dus voor mij verandert er eigenlijk helemaal niets.
Ja, echt helemaal niks. Dus ik heb hier allemaal niet zo'n moeite mee. Maar ik kan me wel voorstellen dat als jij normaal naar je werk gaat, heel graag socialiseert, dat soort dingen. Ja, dat je echt nu heel, dat er echt een beroep wordt gedaan op je aanpassingsvermogen. Dus super knap als je daar nu mee om kunt gaan. Ja, verder denk ik dat er een beroep echt op iedereen gedaan wordt momenteel. Op ouders die thuis moeten blijven voor hun kinderen, omdat de kinderen niet naar school kunnen deze 3 weken. Het is heftig allemaal. Het is echt, ja, ik voel de chaos zeg maar bij iedereen een beetje. Ik probeer me er gewoon niet al te druk over te maken en niet te veel mee bezig te zijn. Alleen tv te kijken wanneer nodig. Verder ja, probeer ik me echt een beetje afzijdig te houden, bewust van al het nieuws. Want ik merk gewoon, het overweldt mij al heel snel en ik denk heel veel mensen. En daardoor zit je zo, kom je zo in een negatieve spiraal terecht. Ben je zo alleen nog maar bezig met het virus en bezig met wat het allemaal kan doen, hè? Dus allemaal onzekerheid en daar heb je helemaal niks aan, want daar heb je helemaal geen grip op. Dus wat ik jou ook wil meegeven is, kijk waar jij wel grip op hebt in je eigen leven, waar heb je wel invloed op en houd je daarmee bezig. Doe wat je kan doen en houd je vooral met jezelf en met de mensen om je heen bezig. Kijk, je kunt wellicht nu niet meer naar mensen toe, zeg maar. Of het wordt gewoon geadviseerd om dat niet te doen. Maar je kunt nog steeds wel bellen en sms'en. Kijk dus wat je wel kan doen. Juist in periodes als deze is het heel erg belangrijk om te denken in mogelijkheden en niet te denken in beperkingen. Ik zie juist van dit soort periodes het hele mooie in. Het stukje verbinding met elkaar, het stukje anders denken, het stukje juist met elkaar bezig zijn. En waar ik dan ook alweer gelijk een beetje op tegen ben, want waarom nu wel en waarom anders niet? Ik bedoel, anders kunnen we toch ook gewoon aan elkaar denken en niet hamsteren en snap je, dat soort dingen. Dus waarom moeten we nu ineens daar de nadruk heel erg op leggen? Op dingen doen voor oudere mensen en dingen doen voor anderen. Dat ik denk van, waarom kan dat normaal eigenlijk niet gewoon ook al? Dat vind ik gewoon jammer. Dus ik hoop gewoon dat het iets is wat we erin gaan houden. Maar goed, ik ga lekker vandaag mijn vrije dag benutten. Maandag is altijd mijn vrije dag en de laatste weken is dat eigenlijk een beetje erbij ingeschoten omdat ik het zo druk had. Ben ik constant, ja, niet echt maar ingeschoten hoor. Ik vind mijn werk gewoon super leuk. Dus ik ben gewoon heel erg bezig vaak met mijn werk, met social media, met dingen doen voor mijn werk, als in cursussen opnemen, bewerken, strategieën uitdenken. Daar moet je vooral aan denken, zeg maar. Ik denk dat jullie deze week ook nog wel wat gaan meekrijgen erover in deze vlog. Maar goed, nu is het dus mijn vrije dag en die ga ik ook echt benutten. Ik ga lekker dingen doen die ik leuk vind, misschien wandelen. Ik wilde nog zo'n mandala, edelstenen mandala maken. Ik heb hem hier al klaar liggen. Ik heb deze zwart geschilderd, de achterkant van de schilderij. Want die was houtkleurig en vond ik niet zo mooi. Dus nu is het meer één geheel, dus ik hoop daar nog een super mooie mandala van te maken. En ik ga gewoon goed voor mezelf zorgen. Een groentesapje. En, of dit is geen groentesapje, dit is een groente-fruitsapje. En een lekkere havermout. En ja, meer kun je ook niet doen. Gewoon goed voor jezelf blijven zorgen. Dat is het allerbelangrijkste. Zo, ik heb er weer één getekend. Mijn inspiratie was deze van Pinterest. En ik vind hem op zich al wel redelijk goed gelukt, zeg maar. De basispatroon. Ik vind het echt mega gaaf. Het heeft echt iets krachtigs inderdaad. En nu ben ik de edelstenen erop aan het leggen. En dat doe ik echt puur op intuïtie. Op wat goed voelt. Hoe ze horen te liggen. Zo, en nou ga ik ze vastlijmen erop. En kijken of ik misschien nog wat bergkristal heb wat ik ernaast kan leggen. Ik wil eigenlijk nog een keer op die staafjes aanschaffen, want die zijn ook wel heel erg gaaf.
Maar daar is niet zo makkelijk aan te komen, kwam ik achter. Maar ik vind hem nu echt al mega vet geworden. Superleuk! Ik heb hier echt een nieuwe leuke hobby ontdekt. Yes! Ik vind dit echt zo leuk om te doen, dit soort dingen maken. Ja, ik haal hier echt voldoening en plezier uit, merk ik. Wat is jouw hobby eigenlijk? Ik ben wel heel erg benieuwd. Laat dat weten in de comments. Want ik ben erachter gekomen dat een hobby hebben echt zo belangrijk is. Dat is echt iets wat onderschat wordt. En een hobby is dus echt mega belangrijk omdat jij dan echt iets hebt wat van jou is. Wat jou kenmerkt, wat jou uniek maakt en wat jou verbindt met jezelf of met anderen. Afhankelijk van je hobby natuurlijk, maar... Het is iets waar jij steeds op kunt terugvallen en wat jij, net als nu ook, iedereen zit thuis, weet je. Heel veel mensen vervelen zich, weten niet wat ze moeten doen. Daarom is een hobby zo belangrijk, omdat jij gewoon, dat is van jou, weet je. Dat is iets waar je op kunt terugvallen, een stevige basis. En echt, dat is echt iets wat super belangrijk is. Dus ja, ga gewoon van alles uitproberen en kijk wat jij leuk vindt om te doen en wat jouw hobby is. Oké, ik ga denk ik even de hort op. In die zin, ik ga even naar de Action en even naar het tuincentrum. Ik weet dat er geadviseerd is om binnen te blijven. Maar ik word daar zelf echt doodongelukkig van. En ja, dat is dus gewoon ook niet goed voor mijn eigen gezondheid. En ik vind dat we dat ook niet moeten vergeten, je eigen gezondheid. Natuurlijk snap ik dat we nu aan elkaar moeten denken en zo, maar vergeet ook vooral jezelf niet. Zelfzorg is namelijk ook echt onwijs belangrijk. En... Oké, ik ben bij het tuincentrum en ik ben altijd te eigenwijs om een karretje te pakken. Maar nu heb ik toch twee mooie planten gezien. Dus deze gaan al mee. Super gaaf. Heerlijk al die planten. Love it. Deze wordt best wel groot, dus die heb ik in een grote pot gedaan. Dit is een Japanse roos. Dus dat is echt een mooie struik. Ik had trouwens een freaking naaktslak in mijn handschoen zitten. Lekker joh, ik denk wat voel ik toch onder mijn nagel. Deze jasmijn. Die ruikt zo lekker. Super gaaf. En dan daar staat de palm. Vind ik ook echt heel gaaf staan. Oh, ik ben zo blij met die palm, jongens. Kijk dan hoe gaaf. Als je vanuit binnen zo naar buiten kijkt. Dan die palm zo. Ja, heel gaaf. En daar achter in de borden staat er nog één. Daar zo. Ik vind het echt heel gaaf. Een heel gaaf sfeertje krijgt het zo. Ja, precies wat ik wou. En ik heb gelijk eventjes het gras geveegd. Oh mijn hemel, wat een taak is dat. Maar goed, het ziet er nou weer mooi schoon uit. En een andere keer gaan we de tegels nog afspuiten met de hoge druk. En ook gelijk die tegels meenemen, want het is allemaal groen geworden. Dinner time. Veganistische kip curry. Heerlijk. Oké, ik ga eventjes jullie denk ik hier neerzetten. Ja. Vandaag is gewoon een werkdag voor mij. En ik had het er net met David al over. Ik weet het niet. Ik ben echt een beetje... Maar ik zit gewoon niet echt lekker in mijn vel of zo. En ik denk dat dat komt doordat ik de structuur een beetje kwijt ben.
Ik zie een patroon nu. En dat vind ik heel mooi om te zien. En daar wil ik ook gelijk een Insta-TV over opnemen. Want dat is hetgene wat je staande houdt of niet in deze situatie, merk ik heel erg. Nog even één ding wilde ik trouwens zeggen. Deze is echt lekker, deze smoothie die ik vanochtend heb. Deze. Die is met banaan, appelsap, boerenkool en spinazie. En die combi is echt super lekker. Je proeft gewoon heel weinig spinazie en boerenkool. Je proeft meer banaan omdat het wat zoeter is. En appelsap is natuurlijk ook wat zoeter. Dit is echt super lekker. Oké, ik heb net een Insta-TV opgenomen. Die komt denk ik vandaag online. Er zitten nu echt veel meer mensen thuis, dus ik denk dat het wel handig is als ik nou meer ga posten. Maar anderzijds, ja, mensen die moeten ook werken, denk ik, of zijn met de kinderen bezig. Dus ik weet niet of het echt zin heeft, maar ik denk dat het wel... dat mensen sowieso wel meer op hun mobiel zitten deze dagen. Dus vandaar dat ik ook wil kijken of ik meer kan posten. En ik heb ook nog een bericht alvast voorgeschreven. Die staan dan in mijn notities. Dan schrijf ik alvast een bericht voor, zeg maar, voor Instagram. Zodat op het moment dat ik hem wil posten, dat ik het niet nog hoef te doen. Dat werkt gewoon echt veel fijner. En zo schrijf ik dus alle ideeën die ik heb, schrijf ik op in mijn notities. Dan zit je eigenlijk nooit zonder content op Instagram. Dus mocht jij ook moeite hebben met content schrijven op Instagram, zorg gewoon dat altijd wanneer je een idee hebt, dat je het dan opschrijft in je notities. Want dan kun je altijd op een ander moment kun je hem erbij pakken. Dan had ik al best wel wat vooruitgeschreven. Maar ja, dat is niet helemaal van toepassing meer op de situatie nu. Dus vraagt het ook van mijn aanpassingsvermogen en moet ik gewoon even wat andere dingen gaan schrijven. Yes, guys. Lekker bezig. De tweede video staat nu in de render van de 11 video's. En deze cursus is echt super. Het is namelijk een cursus over grenzen aangeven. En je krijgt dus 11 mailtjes van mij waarin ik jou ga leren hoe je grenzen kunt aangeven. Maar niet op een super moeilijke manier. Nee, gewoon op een lekkere, simpele, makkelijke manier. Iedere video duurt ongeveer 4-5 minuutjes. En daarin krijg je ook een opdracht mee. En uiteindelijk zorgt dat er gewoon voor dat jij je grens gaat aangeven. Maar vanuit een super fijne, makkelijke manier die echt voor iedereen mogelijk is. Niet die moeilijke manier van ik vind het vervelend dat je dit en dit doet omdat daar en daarom. Ik wil liever dat je bla 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 doet. De perfecte manier, zoals we hem ook wel noemen in feedbackland. De ik vind regel. Ja, super fijn, maar lang niet altijd haalbaar. Met name wanneer je bijvoorbeeld even snel iets tegen je kinderen wil zeggen of zo. Ben je al heel snel geneigd om in het negatieve te schieten. Heel snel geneigd om kort en krachtig te zeggen, hey, hou er eens mee op. En dat kan ook anders. Dat kan ook op een positieve, makkelijke, fijne manier. En dat leer ik je in die cursus. Gewoon een makkelijke, positieve manier waarin je snel een boodschap duidelijk kunt maken. En met name door het op een positieve manier te doen, heb jij er veel meer aan. Maar ook degene tegen wie je het communiceert heeft er veel meer baat bij. Dus echt, ik ben zo blij dat ik deze cursus heb opgenomen. En ik weet hoeveel mensen moeite hebben met grenzen aangeven, grenzen stellen. En daarnaast is die super cheap. Hij is gewoon €47 voor een 10-daagse cursus. En dat is echt geen geld. Dus daar ga ik nog even mee verder. En that's it. Verkoudheid, griep of corona is, het eerste advies is, blijf thuis. Gelukt. En pas als het slechter gaat, dan moet je... Is het een man? Nee. Niets. Het allemaal in
quarantaine zetten en de achtervang ook. Zeker, dat doen wij hier in Nederland niet, dat testen. Nou, we zijn wat selectiever erin, want de mensen die op een gegeven moment in het ziekenhuis... En ik ga sporten! Hoep. Lijkt niet meer lekker. Ja, routine erin houden zoals ik al tegen jullie zei, dat geldt natuurlijk ook voor mij. Dus ik ga mijn mobiel koppelen aan dit mooie tv-scherm hierachter. En dan ga ik een lekkere Romee-strijd workout doen. Workout klaar, nu de apps. Ah. Oh, en we're done. Oh, voor zover dat goed ging. We hebben het gedaan, daar gaat het om. Ik streef niet langer naar perfectie. Ik vind het veel belangrijker dat ik deelneem. Dat ik eraan deelneem. Dus yes, tot weer op! De sapjes zijn gemaakt. Dit is selderij, bleekselderij met venkel. En dit is citroen, gember en wat kurkuma. Ik ben hier zo benieuwd naar. Ik begin om 9 over 9 met een meditatie die iemand op Instagram gaf. Een volger van mij en ik volg haar ook. Dus daar ga ik aan meedoen. Superleuk initiatief. En ik wil zelf ook een initiatief doen en dat is dat ik volgende week... Dus voor jullie ook volgende week op mijn Instagram een self-care week wil doen, een self-care challenge. 5 dagen, iedere dag wat anders om voor jezelf te zorgen. Oh ja, verder ga ik dus video's bewerken, ga ik denk ik deze video bewerken. Heb ik een gesprek met een business coach om 1:30. Zeker, ja, ik ben er gelijk toen mee aan de slag gegaan. Dus ja, ik heb gelijk even alles weer op papier gezet. En ja, het grappige was ook, ik kwam er eigenlijk achter dat ik op zich ook wel op het pad zat waar ik op wilde zitten. Ik was het alleen even kwijt of zo, of niet even kwijt, maar ik was vergeten... Ja, ik zat zo in wat ik aan het doen was, dat ik niet meer die helikopterview had, om het zo maar te zeggen. Dus, maar ik, waarmee ik bezig was, dat was precies waarmee ik bezig wilde zijn. Dus dan klopt dat denk ik ook wel. Ja, ja, alleen inderdaad, wat je ook al aangaf, het dingetje over waar je jezelf dus ziet over een jaar. Ja, daar was ik gewoon wat, daar was ik indirect wel mee bezig, maar ik... Had wel een beetje het grotere doel uit oog verloren, om het zo maar te zeggen. Ja. Wat ben ik gaar, jongens. Of wat was ik gaar? Oh, dat is echt een chaos in mijn hoofd. Want, zoals je net kon zien, heb ik dat gesprek gehad met die business coach. In principe prima gesprek, hartstikke fijn, hartstikke leuk, hartstikke goed. Alleen, het zet mij gewoon echt gigantisch aan het nadenken over mijn eigen bedrijf. Met name omdat het gewoon nog niet zo goed loopt als dat ik gehoopt had. Ik heb al wel wat klanten gehad. Dat wil ik ook zeker even naar mezelf toe vooral benadrukken. Omdat ik heel snel geneigd ben om te denken in, zie je wel, ik heb nu geen klanten, dus het gaat slecht, blablabla. Maar goed... Als ik zo ga denken, dan trek ik daarmee ook helemaal geen klanten aan. Want dan zit ik veel te veel in het negatieve. Dan ben ik veel te veel aan het denken in wat ik niet heb. In plaats van in wat ik wel zou willen hebben. Dus dan ben ik veel minder bezig met ergens naartoe te werken. En ergens in blijven te zitten, zeg maar. Dan dat ik ga denken van oké, dit wil ik graag hebben en daar ga ik naartoe werken. En ja, met David ook net al over gehad... Het is gewoon
lastig. Of het was lastig. Het is gewoon echt een eigen bedrijf is echt een uitdaging, merk ik. Het is zo zoeken in het begin. Van oké, wat werkt? Wat werkt niet? Waar komt mijn doelgroep vandaan? Ik heb niet echt de allermakkelijkste doelgroep. Maar die doelgroep is er wel. En het probleem zit er meer in dat ik gewoon niet weet waar die doelgroep zich bevindt. Dus moet ik gewoon echt weer even pas op de plek gaan maken. Oké, waar zat ik zelf? Waar kom ik vandaan? Welke stappen heb ik ondernomen? Het is een grote kans dat de doelgroep die ik zoek dezelfde stappen als mij doormaakt. Omdat ik zeg maar representatief sta voor mijn doelgroep. Dus dat vergt weer echt een ander plan van aanpak, een andere strategie. Ik ben nu bijvoorbeeld de hele tijd heel erg bezig geweest op Instagram en dat werkt voor mij gewoon niet. Ik krijg daar geen volgers door, ik krijg daar geen klanten door, het werkt gewoon niet. Dus ik ga het op een andere manier doen. Ik heb ook volgens mij tegen jullie gezegd dat ik die self-care challenge ga doen. Die ga ik nog steeds doen, maar die gaat op Facebook plaatsvinden. Mocht je dus mee willen doen, Facebook saartjedeleeuw.coach heet ik op Facebook. Of .livecoach, identiteitscoach. Nee, volgens mij heet ik op Facebook saartjedeleeuw.identiteitscoach. In ieder geval, je vindt de link in de beschrijving ook. Doe mee, superleuk. Iedere dag gaan we volgende week. Iedere doordeweekse dag gaan we volgende week even 5 minuutjes tijd voor onszelf vrijmaken. Self-care doen. Voor jezelf zorgen dus. En ja, dat wordt gewoon superleuk. Iedere dag een andere opdracht. En ja, ik heb er echt zin in. Maar goed, dat houdt dus in dat ik mijn strategie meer ga verplaatsen. En meer op Facebook ga posten. En daar meer actief ga zijn. Omdat ik ook denk dat daar mijn doelgroep meer zal zitten. Daarnaast zit mijn doelgroep ook voornamelijk offline waarschijnlijk. Dat is nu niet helemaal handig in deze tijd. Dus ik kan geen 1-op-1 gesprekken doen. Als ik 1-op-1 gesprekken doe, dan zal dat via Skype of Zoom moeten gaan. En dat kan dus niet in de natuur waar ik dus eigenlijk, wat ik dus eigenlijk het allerliefst zou willen. Dus dat is iets wat ik voor op de langere termijn even moet uitschuiven. Daarnaast wil ik heel graag gaan spreken voor groepen. Dat is nou ook even een dingetje. Dat gaat ook niet zo makkelijk. Evenementen zijn afgelast, et cetera. Dus dat is ook iets wat even op de lange termijn zal geschoven moeten worden. Maar dat komt allemaal goed. Ik ga me gewoon focussen op mijn funnel. Op Facebook. Daar zeg maar heel erg actief zijn. En niet zoveel meer achter dit scherm zitten. Ik merk gewoon, ik krijg hier geen energie van. De hele dag alleen maar achter die laptop zitten. It drives me nuts. Dat is niet mijn ding. Dat is ook echt iets wat ik voor in de toekomst wil uitbesteden. Maar goed, ik heb nog geen geld. Ik heb geen klanten. Dus ik ga het nu niet worden. Dat is even hoe het er momenteel voor staat. Dus het is echt een eigen bedrijf. Onderschat het niet. Het is hard knokken. Het is echt hard knokken. Het vergt echt flexibiliteit. En kijken wat werkt, wat niet werkt. Heel eerlijk. Het liefst had ik gewoon echt veel meer geld gehad. Zodat ik dingen kon uitbesteden. Want ik merk gewoon niet alles is mijn ding. En dat is oké. Want je hebt gewoon je eigen expertise's en de dingen waar je goed in bent. En sommige dingen krijg je energie van, andere dingen niet. En ik ben gewoon heel erg voorstander van de dingen waar jij geen energie van krijgt, uitbesteden. Mijn vriend daarentegen is heel erg iemand die wil het liefst alles zelf leren, alles zelf doen, zo min mogelijk uitbesteden. En ik ben juist iemand, als ik er geen zin in heb, laat iemand anders het doen. Waarom zou ik het zelf doen? Waarom? Als ik er geen energie van krijg. Snap je? Superleuk als je heel erg leergierig bent, zoals mijn vriend bijvoorbeeld is. Maar ik ben heel selectief leergierend. Ik wil echt bepaalde dingen leren en andere dingen, die hoef ik gewoon niet te leren. Dat is gewoon niet aan mij besteed. Economie, dat soort dingen, is niet aan mij besteed. Daar heb ik echt een hekel aan. Vind ik ook niet leuk. Krijg ik kriebels van. Krijg geen energie van. Dus nee, daar moet je ook gewoon niet aan beginnen, vind ik dan. Je hoeft niet alles zelf te doen. Je hoeft niet alles te leren. En Dat is een leerpuntje van mij waar ik nu heel erg mee bezig ben. Dingen uitgeven, uit handen geven. Het liefst had ik ook die business coach wel in handen genomen. Of althans het liefst, ik weet het niet. Ik weet niet echt of zij mij kan helpen hierin.
Enerzijds denk ik, ja, ik heb iemand nodig die een schip onder mijn reet geeft. Of het dan een schip onder mijn reet geeft. Ik heb iemand nodig die me motiveert. Die me soms eventjes weer weet te motiveren van, oké, Sarah, kom, we gaan ervoor. Je kunt het, weet je wel. Maar goed, 3000 euro voor 3 maanden is een fors bedrag. Ja, ik krijg het niet voor elkaar om dat bij elkaar te krijgen. Dan moet ik het gaan lenen. Ja, dat vind ik weer... Ik weet niet. Ik denk... Heel koppig als ik ben nu, denk ik. Althans, heel koppig. Ik heb gewoon het gevoel dat ik dit zelf kan, zeg maar, momenteel. Ik heb het idee dat ik nog niet een business coach... Ik heb wel een business coach nodig, in die zin. Maar ik heb het idee dat dat niet deze business coach is of zo. Dat nu niet het moment toch is voor een business coach. Dat was even mijn kwetsbare praatje naar jullie. Ik ga gewoon weer lekker aan de slag. En ik ga deze vlog ook afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik hoop dat je een beetje vermaakt thuis. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Mocht je hulp nodig hebben, let me know. Misschien kan ik iets voor je betekenen, iets voor je doen. Misschien wil je gewoon even een luisterend oor. Het maakt mij allemaal niet uit. Als ik iets voor je kan doen, laat het me weten. Ik doe het met liefde voor je. En ik zie je hopelijk snel weer bij een nieuwe video. Take care. Doeg!